Ja, nu ben je echt weer terug. En je maakt in de winterstop wel even je rentree, maar dit is het echte werk. Ja, zeker. Na een jaar tijd is het mooi dat ik weer ben. Hoe heb je het dat jaar beleefd? Komt dat op zo'n dag als vandaag? Want je hebt hier natuurlijk al op teruggeblikt, maar komt dat op zo'n dag als vandaag dan toch weer naar boven? Ja, ik krijg natuurlijk een ander soort wedstrijdspanning wat je normaal wat minder hebt als je op de bank zit. Dus dat is echt voetbalgevoel. Ik denk dat is heerlijk. En ik ben er weer blij dat ik na een jaar weer mag voelen eigenlijk. Rug nummer 1 ook, hè? Ja. Hoe is dat? Ja, het is ook heel mooi. Iedereen weet wel ondertussen dat dit mijn club is. En ik ben trots op dat ik nummer 1 mag dragen. Ja, ik zei het ook even, rug nummer 1. Ik zag het gelijk in je ogen, zag ik van. Het is toch iets speciaals dan? Ja, tuurlijk. Rug nummer 22 is ook heel mooi. Maar ja, ik denk dat elke keeper wel rug nummer 1 wil. En ik ben heel blij dat ik die mag hebben. Hoe ging het in het veld? Hoe voelde je? Wat dacht je erbij? Ja, ik heb kijk wel met een positief gevoel terug op naar mijn wedstrijd. Naar de wedstrijd. En natuurlijk hier en daar kunnen we wat dingen beter, een andere keuze maken. Maar ik ben vooral blij met 3 punten. En jammer voor die tegendoelpunt. Dat moet eruit. Maar ik denk over het algemeen dat ik wat tevreden terug kan kijken op mijn spel. Ja, alleen dat had het nog beter gemaakt als je de 0 had kunnen houden. Ja, precies. Jammer, maar gelukkig hebben we die 3 punten, dat is het belangrijkste. Ik kwam net nog even wat familieleden ook van je tegen die leven ook allemaal hartstochtelijk met jou mee. Dat ook, maar ze waren blij, ze waren tevreden. Dat hoop ik wel. Ik hoor het dadelijk als ik naar boven ga. Dus of ik echt klap of ze zijn blij. Ja, gaat het er zo aan toe? Ja, dat is een geintje, maar dat is wel leuk. Maar wel mooi lijkt me dat. Dan nog eens extra steun. En dat onderstreept denk ik ook echt, dit is jouw club. Je familie is voor deze club. Het is bijzonder. Ja, het is heel bijzonder. Ik ben weer blij dat ik na een jaar weer terug mag zijn en voor mijn club te spelen. Kenneth Vermeer is nu weg. Dat is ook een van de redenen waarom je natuurlijk weer keept. Hoe blik je terug op die samenwerking die er met hem was? Een hele fijne samenwerking. Ik heb altijd al gezegd dat Ken me altijd goed geholpen heb. En we waren gewoon goede vrienden. We helpen waar nodig was. We gaan nog steeds sowieso contact blijven houden. Ik had ook net in een ander interview gezegd dat het twee kanten is. Natuurlijk, ik vind het jammer dat hij weggaat. Omdat het gewoon een goede vriend was waar ik veel van leerde. Maar aan de andere kant, ik moet ook spelen. Dus daarom twee kanten. Had je ook wat druk vandaag? Omdat de schijnwerpers zijn wel op jou gericht natuurlijk. Bij fouten gaat iedereen toch. Dan krijg je die verhalen van alles. Ze moeten laten gaan, noem maar op. Ja, je weet hoe dat werkt. Bracht dat druk met zich mee? Ik had gewoon gezonde wedstrijdspanning. Niet meer dan normaal eigenlijk. Ik deed gewoon volgens mij gewoon mijn ding hoe ik altijd ben. En dat is denk ik het belangrijkste. Ik was niet meer gespannen of wat dan ook. Eén ding nog, hè? Hoe jij coacht, dat kunnen we hier in de Kuip natuurlijk niet horen, want er zit veel publiek bij. In Spanje konden we dat wel. En wat opviel, was dat jij richting Senesi, richting Botkin, dat jij hun in het Spaans aan het coachen bent en zo. Dat vond ik speciaal. Ja, ik kan het een heel klein beetje. Het oogde indrukwekkend, of het klonk indrukwekkend. Ja, het maakt wel makkelijk, maar ik ken het niet vloeiend. Ik heb een paar lessen genomen, maar ik moet het eigenlijk meer weer oppakken, zodat ik het beter kan. Maar bewust ook met deze reden dat je dan die lessen ervoor hebt genomen? Ja, onder andere, want ik vind Spaans gewoon een hele mooie taal. En het helpt, je ziet dat het helpt. Het helpt in het veld ook heel erg. En daar ben ik, dat vind ik wel goed dat ik dat een klein beetje kan. Dus.